Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Van harte goedemiddag. Het is een warme middag en we zitten lekker aan tafel met Wam de Orgaman Sai Pompo. Semekarama. Het is nobody else dan Urel Karwa voor die a.k.a. Karwa. En we staan hier. We zitten hier voor een aantal mooie bekers. Er gaat wat gebeuren. En als we naar deze bekers kijken, dan weten we dat er een toernooi opkomst is. Ja? Ja toch, want kop de opkomst, Karwa. Klopt. Goedemiddag kijkers en luisteraars van die TV. Ja, we hebben morgen al 24 back to school koppa. En morgen en zondag, dus 24, 25 back to school koppa. Twee dagen lang een koppa. Weer in het AK-stadion? Klopt, sowieso. AK-stadion kunnen. Als je pompen, jongen. Ja, kijk, we hebben gevraagd voor SS-stadion, maar voorlopig verhuren ze SS-stadion niet. Dus we zijn genoodzaakt om AK-stadion te huren. Want ik ken die andere stadions zijn klein, dus we gaan van morgen beginnen, alles. Ja. Welke teams hebben we deze keer? Ja, dit is geen inheemse koppa, dus dit is, neem ik aan, een beetje algemeen. Kijk, iedereen mag meedoen, snap je? Want soms hoor je van ja, het is een inheemse koppa, daar een heleboel dingen hoor je. Maar het is, iedereen mag meedoen, het is een open toernooi, het is een back-to-school koppa. Dus nu een man aan contact, hij is naar Ingi of die zijn naar Ingi, Carlos, iedereen mag meedoen. We hebben in totaal 16 verenigingen of 16 dorpen. En de meeste dorpen hebben zich ingeschreven. We hebben, de dorpen hebben dus toch ingeschreven? Ja, de meeste hebben, ja. Twee, niet Inter Krakka en Boda Juniors. Maar Boda Juniors, Apura heeft een andere naam gebruikt, Boda Juniors. En die jongens van Inter Krakka zijn de jongens van Kabenda dorp, omgeving daar. Dus we hebben Mata, we hebben Pikisaro, Witsanti, Kalabas Creek, we hebben Padok, we hebben Balate, we hebben Kasipora, Grand Creek, de jongens van Frankie, Corona. We hebben Karwa promotie die ook gaat spelen, dus die dag zelf ga ik ook spelen. Misschien voor playbal? Misschien voor playbal ook. Toen moet ik aan morgen Biggie Baker, Carlos. Okay. Dus je hebt Bernard Dorp, je hebt Pierre Condré Kumbasi en Inter Krakka. Dus zijn allemaal cracks. Bernard Dorp onder andere, ik kan naar die Borsu. Ja, zo ja, maar eerste wedstrijd heb ik Bernard Dorp tegen Poa Katamarakba. Dus dat is de eerste wedstrijd? Eerste wedstrijd, 10 uur, Bernard Dorp Poa Katamarakba, kanalen in de wedstrijd. Wat ik dus mocht aan alle den bus. Carlos, alles mij bel ik bij elkaar wat kunnen daar slapen. Ik dacht nog een kastje bedrappen, want je hebt dorpen die vanuit verre komen. Dus de mijn actie als tribu president, ik dacht nog pasta maar aan de bij, safa ingi de bij, desma bronfood, die naar stadion bij. Nou, bij vanmorgen vroeg was ik daar bij AK stadion om een paar dingen te gaan regelen. En ik was even live, dat is mij begin bel ik bij elkaar wat voor elkaar zijn, begin te doen wat voor programma de. Maar nee, het is pas morgen. We weten dat te voetbal de Nyan de Dringi de. Want ik heb ik dat je bent daar gegaan om een paar dingen te regelen. Dus ik neem aan dat ik begin te dringen. Ik begin koren en bieren. Ja, dringen de. Ik ben met een lading bedrapen parbo. Drie truc parbo zakken drap ik. Dus Carlos is absoluut zadrapen te maken aan het stadion. Je vira hier terug bij Carlos. De staat nog aan mijn keren. We hebben ook hook en catch. Wheels on wheels. Ja, de Madina Olo ook hook and catch. Je hebt in totaal 4 mensen die eten kan verkopen. Plus misschien voor Borwa Peperwater apart gides madrape Carlos. Live mo Borwa. Peperwater naar Sang. Peperwater Ayumara naar Peperwater Pingo dus toegerechode. Dus gaat live daar koken. Dus man af denkt dat pas op motor naar drape met boring bij Carlos. Je nodig wat is gaan uit voor Konyang? Sowieso, jullie zijn morgen daar toch? Jullie kunnen sowieso daar zijn. Dus, Wabi pote ook toe live met dit maatstak in mijn echte kok ook toe. Mijn promotor mama, mijn echte kok of hij zegt mijn kok. Oké. Mooi. 16 teams, 16 dorpen. En ook nog andere teams die gaan meedoen. Het begint om 10 uur, zei je al? Ja, 10 uur morgen. Dus vanaf de player begint. Ja, eerste player 10 uur. Zodra maanden we beginnen aan cultuur, de mobbigi. De motakan papa weer horen schrijven. Noa jugu om de daarna wat kleine toespraak qua organisatie. En 10 uur eerst de wedstrijd start.
En niet te vergeten, Carlos, kampioen kreeg 25.000 SRD. 25.000 SRD? Ja, klopt, 25.000. En die beker? En die beker kreeg je. Is het een wisseltrofee? Nee, Carlos. Eigendomsbeker? Eigendoms. Want toen ik de malek was aan de Carlos, de moest zakken met bierigwini, de moest dringen tegen elkaar, maar pier helemaal, ze mogen doen wat ze ermee willen. Dus. Mag bij hun in de kast blijven? Nog de man. Hoeveel waarde is hier? In totaal 12.000. Die andere 7.500. Dus in totaal hier is waarde van 22.000 SRD. 21.000 SRD. Plus nog die 25.000 SRD. Wauw. Ja. En je hebt nu topscorer en mens gepasseerde doelman. Maar ik denk dat topscorer naar mijn winnaar is, Carlos. Is het voor winnen? Naar mijn winnaar is hier. Ik stel de bezig stel misschien dat je zelf winnen toch. Maar ik heb het aan, Carlos. Allee, ik zie mijn schiffen in mijn playdrap. Ik zie dat ik wel aan de beker. Ja, maar dat is misschien even op elkaar wat promotie. Dat is ook mijn winnaar beker. Maar oefen kom met jou? Ja, zo mogen, Carlos. Ik moet oefen. Dat ik me op een oefen wedstrijd bak. Dat is dan weer ready. Gita maar ook. Ja. Ik weet dat je voetbal hebt. Je hebt eten, je hebt drinken, maar voor elkaar pakken zee. Oké, we hebben vanaf 6 uur we hebben afterparty. Dus we hebben vanaf 6 uur bakken we beginnen dansen. Maar tenanga 2 uur. Dus Tamara 6 uur bakken dat pakken begin na kickback. Pakken begin ba. Vanaf 6 uur middag pakken begin ba. Als er back to school, ja bepaalde smaak moet op fara en bepaalde smaak nu loopt voetbal. Terwijl mij komt van pakken direct want de meeste mekaar ook kan dansen. Dus vanaf 6 uur middag. Gezelligheid. Ja, dus we hebben strakke line-up, we hebben update, we hebben Marsha Ju, we hebben New Style. Baraji, Aita Fest, Eseke Matoko, Saiko, Molof, Nanga Kring Ati. Want sinds twee jaar helaas de man zegt vanwege bepaalde omstandigheden de man zegt af de man om aan dit Amara. Dus alleen naar voetbal, we hebben DJ Bali. Ook te drapen naar Olofu, tussendoor in DT en mij draaien een poko gides maar drapen. Dus vanaf 6 uur middags, als aan de spa. En alleen op DC, Oefereje Raman, Ingi Mix. Dus iedereen is welkom. Mijn op het zo Ingi bent moro. Ja. En zondag dan? Vanaf zondag, nou, de band is de zondag. Okay. Want toen ben je bij mij, de man begint te spelen, maar vanaf 1 uur met de man ook kan. Ik zei dat de man ook aan voetbal was voor de man. Dus de band is dus, opera, de band is in today. Dus update, opleiden, maar je hebt een nieuwe stijl die gaat spelen. Eseke Matoko, Saiko die gaat zondag spelen, Cyril opleiden, maar. Dus we hebben praat aan mijn team, zo gede maas. Ja. Oké, okay. Mooi. Karwa, je gaat ons vertellen. Je gaat Suriname oproepen. Want Tamara Martin te Juru, dit is Mamus Drapekba. Voor mijn eerste play met Bernard Dorp tegen Powaka. Dat is een heavy play, jongens. Je begint al zwaar. Carlos na Lote, haar zoon naar de Mahade Lot schreef. Anomie schreef dat ze dat play naar de van Mibe. Bakar na play dat play. Maar de Mahara Lot bij eerste wedstrijd. En kijk, ik roep ieder op morgen. Unota, also, het is back to school. Komen jullie massaal. Want kwam team bijdrage je pijn naar Porta bij Albena. Dat is een keer vraag. Hoe kom je binnen dan? Carlos, je betaalt een kleine bijdrage bij de Porta bij sowieso binnen. Kleine bijdrage? Ja, kleine bijdrage bij de Porta. Dan heb je dan wanneer we beginnen met kinderen tot 12 jaar gratis, 60 plus ook gratis. Ja, ook gratis. Dus in feite, Carlos, niks is. Kijk. Dus eigenlijk wordt het een laatste family day, laatste family weekend. Klopt, Carlos, klopt. Want ga je eerlijk zeggen, Carlos, mijn begwe. Want mijn wantra uitdagen ook doe, maar ik deja ook doe voor orga back to school even, bakken dat dit hebben we goed op een big project bakken. En Suriname ook zeker in een project dat is. Echt waar? Ja, en mijn wan verklappen even, maar komt een grote project. Wanneer breng je een buitenlands team, buitenlands voetbalteam? We hebben toch Balaté uit Frans-Guyana, we hebben Paddock ook uit Frans-Guyana. Helaas heeft dingen afgemeld. Sint-Roos-de-Lima van Cayenne, de maat Sani, meldde af. Meestal ik het team van Oriala wel ook meedoen van Guyana, maar je hoort soms team lokaal ook toe. Want het is bepaalde verenigingen. Mooi afstand toe. Ja, plus de kosten begin ook toe. Dan weet je, hoort bepaalde zaten dat dorp, ja, de team dan even gelegenheid hoe pleit dat mij kunnen doen. Dus voorlopig hebben we houden het zo. En daarna, een begin was ik ook alles wat met de bezig, maar begin is dat niet. En mijn overklappen het, maar begin toen ik kom, want ik allemaal aan doen mee. Snap je? De bezig is een good beaker. Organisatie de bezig is dat. Dus voor jaren morgen voor dat ik alles. Nu is het al verguld. Ja. En af 25 dus we wachten we nu. 25, alles aan dekbaar. En ik mag niet. Want van wie is wat in drangen, toch heb ik een paar sponsors gevonden. We hebben City Motors gevonden, we hebben Bubu Tutut gevonden, Allianz Leterij, Hoek en Catch,
Oefeni en Stichting Uitvaart Wijngaarde en Frankie. Dus ik wil iedereen ook bedanken. Wie zijn bijdrage nog begint toch de malie voor ons aan Carlos? Want tegenwoordig, je hebt bepaalde sponsors die gewoon voor de gek houden. Die mij bellen. Ja, Carwa, kom zo'n tijd, bel me zo'n tijd en de man heeft voor de gek houden, maar dan zit ik, hé, als het moeilijk is wat money betreft, dus daar. Maar die gaat er zeker. Ik had gewoon, hé, Carwa, luister nou, fuck op die paar, en nou, leuk, alles dit. Maar je hoort me voor de gek gewoon niet. Hé, Carwa, kom zo'n tijd en puntje bij Palsen, neem je telefoon niet op of kom je bij. Snap je, mijn telefoon. Maar ja, ik wil iedereen bedanken, San Jipmi. Kom met Orga bij toeschouwen. Want voor Orga in Aka Stadion moet je ook ballen hebben. Ja, sowieso. Je moet je dikati. En een line-up. Nu een band, nu $1,000. Ben je iemand die in deze film maakt? Ben je vrede voor Orga? En toch je dwing. Toch, ja, je moet durven. Je moet ballen hebben om het te doen. En ik mag niet klagen. Alles is alleen kan in kruiken. Ik wacht alleen op morgen. Je gaat Suriname voor het laatst oproepen. Je kijkt naar de camera en je dwingt. Suriname, ik nodig jullie allemaal uit. Komen jullie morgen massaal naar Aka Stadion. Het begint allemaal om 10:00 morgens. Vanaf 9:00 hebben we voor culturele dingen. 10:00 eerst de wedstrijd. En vanaf 6:00 gaan we dansen met de topformaties. Saiko, Aita Fest, Marcha Ju, Eseke Matoko, Kri Ati. Ja, Kri Ati gaat morgen van de partij. Ze zijn niet op de flyer, maar ik heb net met ze gesproken. Is een keer Matoko. Dus mensen blijven jullie thuis, komen jullie massaal. Voor een kleine bijdrage bij alle binnen. Ik zie jullie morgen daar. Zo, heel erg flink gedaan. Bijna mama had ik mijn pressie als omroeper, maar goed. Dat was Earl Karwa voor de IKE Karwa. De man met de orgaballen. Letterlijk en figuurlijk. En de man gaat dus morgen, dat is 24 september en 25 september, AK Stadion op haar grondvesten laten schudden. Want het is voetbal, voetbal, voetbal en nogmaals voetbal. En ook nog muziek, muziek, muziek en nogmaals muziek. Eten, eten, eten en drank en nogmaals drank. Dus er is alles om dus een mooi vakantieweekend af te sluiten in het AK Stadion. Wat is gaande? Heeft gesproken met Earl Karwafodi. Met dank aan Damien Boerde die achter de camera stond en ook weer vandaag perfect werk heeft gedaan. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.